allemaal. Vandaag gaan we het hebben over opgave 10 van paragraaf 3. Ik heb hier het figuur getekend. Het is een kubus met zijde 6, waarbij op de helft van AE punt P is en op de helft van CG punt Q. Dus deze zijden zijn allemaal 3. Ik heb voor de duidelijkheid hier ook een plaatje gezet van het figuur. Die gaan we even rond laten draaien. Dan kan je hem van alle kanten zien. Daarbij heb ik die bovenkant er al vanaf gehaald die hier gestippeld is. Want dat is een afgesneden kubus. Nou, dan gaat hij even ronddraaien. En dan zien we hem weer staan. De eerste opgave is dat we aanzichten moeten tekenen. Nou ga ik niet alle aanzichten voor jullie tekenen, want dat is een hoop werk. En volgens mij kunnen jullie dat grotendeels zelf. Ik ga jullie nu 3 regels geven voor aanzichten en alleen het vooraanzicht geven. En vervolgens moeten jullie het zij- en bovenaanzicht wel zelf kunnen. Nou, de regels voor aanzichten zijn... dat je een aanzicht altijd op schaal tekent. Dat je de afmeting erbij zet. En de letters. Dus het kan beter een N-teken zijn. En dat je, het was de laatste uit mijn hoofd, op schaal, je zet de afmetingen erbij, je zet de letters erbij en je zet erbij welk aanzicht het is. Logisch. Nou, dan gaan we even het vooraanzicht tekenen. Het vooraanzicht is vanuit vlak A, B, E, F. En als we dat gaan tekenen, is het handigst om eerst even dat vlak te tekenen voor jezelf. Dus die teken ik hier. Ik teken het nu niet op schaal, omdat ik de ruimte daarvoor niet heb. Maar voor jullie doe je dit natuurlijk op schaal. Dan zet je de punten erin. Punt P zit op de helft. En dan ga je kijken naar het vlak wat erachter ligt. Die ga je erbij zetten. Want als je een vooraanzicht neemt, zit punt H exact achter punt E. Dus hier zit ook H. Punt G zit precies achter punt F. Punt D zit achter punt A. En punt C zit achter punt B. En tot slot zit punt Q in het midden van C en G. Dus die zit ook in het midden van B, F. Waarom is het handig? Nou, hiermee kan je heel goed tekenen. Want we willen de lijn BP hebben als we naar het vooraanzicht kijken. Nou, BP, hier is P, hier is B. Op vod. Daarnaast zie je vanuit het vooraanzicht ook lijn HQ. Hier is H, hier is Q. En dan kan je die tekenen. De bovenkant van die kubus, dat gestippelde deel, valt er vanaf. Dat is dit hoekje. Dus die haal je dan vervolgens weer weg. Inclusief de letters die daarbij horen. En daarmee heb je je vooraanzicht getekend op schaal. En met de afmetingen erbij. En de naam, namelijk dat dit het vooraanzicht is. Nou, dat kunnen we kort ook allemaal zien in de animatie hier. Dan laat ik hem even draaien naar eerst het vooraanzicht. Dat is dus vanuit vlak ABP. Vervolgens gaan we naar het zijaanzicht. Dat is vanuit dit vlak ADEH. Dus je ziet hem dan vervolgens draaien naar dat vlak en dan kan je het aanzicht zien. En het bovenaanzicht, dat is vanuit vlak BQ. PH, die kan je ook tekenen van bovenaf. En het grappige daarvan is dat je dan ziet dat het gewoon een vierkant is van bovenaf gezien. Ik laat het aan jullie om die figuren verder zelf te tekenen. Dan gaan we door. Dan komen we bij B en daar was de opdracht om een uitslag te maken van deze figuur, van deze afgeknotte kubus. Nou, ook dat heb ik even in de animatie gezet, omdat het soms moeilijk is om je voor te stellen wat er gebeurt. Dus we zien hier weer het figuur A, B, C, D en dan P, B, Q, H. En die gaan we openslaan. We doen hem een keertje open. En weer dicht. Dat kunnen jullie nog een keertje zien. En dan laat ik het uitslag vervolgens zo liggen, dat we een beetje een voorbeeld hebben van hoe we zelf moeten tekenen. Nou, dan gaan we zelf aan de slag. Hij staat daar. Voor de uitslag gaan we eerst het
grondvlak tekenen. Dat is A, B, C, D. Het liefst heb ik dat jullie dit met geo doen en op schaal, maar ik doe het even uit de losse pols. Dus dit is A, B, C, D. Achter CD zit een zijde DHQC. Dus deze zijde is ook weer 6. Dan hebben we hier CQ, 3 en de schuine zijde. En hier zit dan Q. Hier aan BC zit een driehoekje vast. Dus hier hebben we weer met zijde 3 Q zitten. En hij gaat gewoon naar B toe. Het grappige is dus dat je hier twee keer de letter Q hebt. Daarmee weet je dus dat deze zijdes bij elkaar komen als je hem weer in elkaar zou plakken. Dit is ook een driehoek met zijde 3. Schuin opzij. En hier krijg je weer een vlak met zijde 6. En dan staat hier weer de H. Die zou daarop kunnen komen. En hier weer P. En dan komt het moeilijkste. Want dan hebben we het over het figuur BQHP. En dat is best een lastige opgave. Die kan je eigenlijk niet zomaar tekenen. En daarin is het niet handig dat het boek eerst vraagt dat je hem tekent. En daarna pas vraagt dat je de hoeken ervan berekent. Want eigenlijk heb je die hoeken nodig om hem te tekenen. Ik ga er even een schets van maken hier. We gaan hem straks pas tekenen. We hebben het vlak BQHP. Dat is, en dat is wel een belangrijke eigenschap om te weten, een ruit. En waarom is het een ruit? Nou ja, dit is een symmetrisch figuur. Dus als je kijkt naar de lijn BH, dan is hij aan beide kanten precies hetzelfde. En ook de onderkant en de bovenkant zijn hetzelfde. Dus dat houdt in dat deze twee zijden hetzelfde zijn. Eigenlijk alle zijden zijn hetzelfde. Kunnen we even kijken van hoeveel is zo'n zijde nou? Bijvoorbeeld zijde BQ. Nou, we hadden hier de uitslag. Hier staat zijde BQ. Dat is makkelijk. En als we die berekenen, nemen we de stelling van Pythagoras. Want hier is de rechterhoek. 3 kwadraat plus 6 kwadraat is de wortel uit 45, is 3 wortel 5. Nou, dat kunnen we bij elke zijde neerzetten, want het is een ruit. Maar goed, hoe berekenen we hiermee nou deze hoeken? Want dat is de opgave. Nou, een ruit heeft nog een leuke eigenschap. Namelijk dat alle diagonalen, en dat zijn er twee, elkaar loodrecht snijden. Dat is een eigenschap van een ruit. En dat gaat ons helpen. Want als we dan bijvoorbeeld naar deze driehoek kijken en we weten een van deze twee zijden, kunnen we Sols-Castoa toepassen. Kunnen we sinus, cosinus, tangens doen om deze hoek of die hoek te berekenen. Nou ja, dan moeten we wel een van deze twee zijdes weten. Als we nou eens naar PQ kijken, hè, in deze figuur, dan kan je zien dat PQ parallel loopt aan AC. Sterker nog, ze zijn ook nog eens even lang, want ze zijn eigenlijk allebei een schuine doorsnede van het grondvlak. Dus we weten dat PQ gelijk is aan AC. En als we kijken naar dit vierkant met zijde 6, dan is dat de wortel van 6 kwadraat plus 6 kwadraat is 6 wortel 2. Nou, PQ is 6 wortel 2, dus dan is deze 3 wortel 2, de helft. En deze 3 wortel 2. Nou, was het de opdracht om deze hoeken te berekenen? Nou, dan kijken we bijvoorbeeld naar deze hoek. We noemen dit snijpunt tijdelijk S. Dan hebben we het over hoek SHQ. Dat zeg ik goed. Nou, even kijken. Als we het over deze hoek hebben, dan is dit de overstaande, dat de schuine. Dus dan hebben we het over sos, sinus. Overstaande gedeelte schuine. 3 wortel 2 gedeelte 3 wortel 5 is wortel 2 vijfde. Voor het gemak even. Waaruit volgt dat hoek SHQ gelijk is aan 39,2 graden, ongeveer.
Nou, met die 39,2 graden hier kan je ook berekenen hoe groot deze is. Want die is gewoon twee keer die afstand. Voor het gemak zet ik hem er nu gewoon even in. En daarmee kun je ook deze ofwel die berekenen. En die is 101,5 graden. Dat kunnen jullie allemaal gewoon berekenen met Sosca Stoa. Nou, dan hebben we de hoeken en dan kan je hem hier tekenen. Ik pak even de geo erbij. En dan gaan we vanuit hier een hoek tekenen van, we hebben hier HP, dit is HP. En we moeten nu punt Q hier tekenen, dus we moeten een hoek van 78,5 graad hebben. Vanaf hier gezien, dus die leggen we erop. 78,5 graad, dat is ongeveer hier. En een zijde van wortel 45, maar in mijn geval klopt dat niet, want hij is uit de losse pols. Dus ik ga voor het gemak even een willekeurige lengte tekenen. Dus let erop dat bij mij het figuur voor geen meter klopt, omdat ik ervoor gekozen heb om uit de losse pols te tekenen. Maar als het goed is, komt het bij jullie wel uit. Huppakee. En zouden alle deze zijdes even lang moeten zijn? Bij mij dus niet, hè? Let erop. Dus al deze zijden zijn 3 wortel 5. Ik zet hem er hier ook nog bij. En deze hoek QHP is 78,5 graad. En deze is 101,5 graad. Nou, daarmee is onze opgave nu af. We hebben alles gedaan wat er gedaan moet worden. En ik hoop dat jullie hiermee verder kunnen.